Is wel op zijn wenken bediend, want sinds dat interview is het hier al de hele tijd aan het regenen. Miseren eigenlijk, waardoor het allesbehalve aangenaam is om hier eigenlijk te crossen. Enfin, het is hun job, ze weten waarvoor ze staan, de 40 deelnemers. Ik kijk even achter me. Het appel is zo goed als afgelopen, dus zijn we klaar voor de 77ste organisatie al hier in 55 jaar Overijse. De Vlaamse Druivencross, met commentaar van Michel Wuits en Paul Herijgers. Wilt u nog meer cijfers? 16 keer Liboton, 9 keer Erik de Vlaming, 6 keer Nijs, 5 keer Roger de Vlaming. En ga zo maar door. Het is in elk geval een cross waar iedereen vrij snel op zijn plaats zal zitten. Het is een parcours dat niks aan het toeval overlaat. En de weersomstandigheden zijn ook nog eens lekker voor een pure ouderwetse cross. Nijs won hier de voorbije jaar 4 keer op rij. In totaal won hij al 6 keer. Het duurde wel wat vooraleer Nijs hier won. In zoverre dat de organisator Willy van Rooij zei van ja, zal hij dat hier ook wel kunnen voor eigen volk. Want zover is hij hier niet van eigen huis, van eigen tuin in Baal verwijderd. U ziet wat er te zien is. Dit is de manier waarop het parcours erbij ligt. We gaan naar dat parcours kijken. Het is 2,5 kilometer lang. Dat is lekker voor het publiek. Dat is compact. Bovendien wordt dat publiek ook gediend met tal van reuze schermen. Een leuke afwisseling. Nergens is die afwisseling. In kassei, asfalt, gras, bij de bospad zo groot als in Overijse. En het leuke is dat de mensen daar niet veel moeten doen. Het is allemaal op natuurlijke wijze door ja, moeder natuur geschapen, Paul. Ja, dat zijn absoluut grote voordelen als je over zoiets beschikt. Als je die heuvels hebt. Ja, de regen is er bijna niet bij te pas gekomen. En toch kunnen we al spreken van behoorlijk wat modder. Je zeker in de weide. Is ik bijna niet. De regen kwam er bijna niet aan te pas. Het is toch wel een beetje beïnvloeding, hè? Ja, op het parcours. Ja, maar dit heeft toch niet veel nodig om onmiddellijk te spreken over van het is echte cross. Zeker niet hetgeen dat we ja, bijna 2 weken achter elkaar hebben gekregen. Snelle, supersnelle crossen. Geen sprake van vandaag. Okay, op wie heb je je geld gezet? Van? Doe je dat overigens nog? Nee. Het is niet meer te doen om aan zoiets te wagen. Dus er kan 7-8 band kan er dit jaar winnen. Ook hier? Het is, jawel. Vandaag zijn er ook wel 4 die dat echt in aanmerking komen om met de zegen te gaan lopen. Is dat een kwestie van graag willen hier? Want Overijse hoort niet thuis in een klassement. Daar kun je oeverloos over discussiëren. Dat kunnen we straks misschien nog doen als de boel uiteen ligt. Maar in elk geval gaan we hier nu van start. Zijn we vertrokken met uiteraard Meeuwsen naar voren. Dan zien we daar ook Van Kessel naar voren sprinten. De mannen die ook gisteren goed weg waren. Pauwels is ook uitstekend weg. Nijs overigens ook. Al heeft hij daar wel een probleempje bij het uitgaan van die bocht. Of bij het aansnijden van die bocht. We gaan het nog eens vanuit een ander standpunt bekijken. Van Kessel die was zeer, zeer snel uit de startblokken. En zo zie je eens het pakket langs achter. Hier rijden Meeuwsen van Tornhout, Nijs, Walsleben. En dan de hele meute van 40 in totaal. Daar staat Renaat. Ja, bij die glibberige kasseitjes. Maar dat is geen probleem met die crossprofielen. En zo meteen verlaten ze het asfalt en is het de fiets schouderen. Het eerste klimstrookje is met de fiets op de rug. Met Meeuwsen aan de leiding voor van Tornhout. Met dan in 4e positie Nijs Welles. Die ja, lopend zijn plek voorin vindt. 6e, 7e. En dan de rest van het pak met ook nog aan de binnenkant daarvan toe. En je ziet dat ze de spandoeken en de linten gebruiken om zich naar boven te trekken. Van der Poel zijn start een beetje gemist. 12e om zeg eens. We zien Bart wel eens opschuiven. Daar houdt hij nog altijd van een lekker partijtje lopen. Hij gaat daar Jan Dori naar plek 3. En daar moeten ze nu toch wel gaan opwippen. Daar kun je inderdaad rijden. We zijn hier in de weide van Daam. Ja, en dat is een zeer mooie weide om, en zeker om in te crossen. Ook al blijft Welles hier heel lang lopen. Hij is een van de enigste blijkbaar in die top 5. Wie is Daan? Daan Stuiven, de zanger. Ja, die heeft die weide gekocht en is zo vriendelijk geweest om zijn weide open te stellen voor deze klassieker van alle crossen. De grootmoeder van alle crossen. Er zijn zoveel epitheta te verzinnen. Nijs daar al sukkelend in het laantje om te wisselen. Is daar al Sven van Tournout moeten laten voorbijgaan. En we zien dat Welles inderdaad kop genomen heeft. En Nijs komt daar nu in het pakket terecht in circa 20e positie. Dat is weer datzelfde verhaal als dat van gisteren. Dat is niet te geloven. Eventjes uit het oog verloren en dan speelt hij dat klaar om toch
alles te verprutsen op een paar seconden tijd. Wat een sukkel. Renate. Ja, zo waarbelt wel eens aan de leiding na het einde van de afdaling voor Meeuwse. Van Tornhout derde, Maizen vierde, Walsleben op vijf. Dan Taramarka, dan Mathieu van der Poel. En dan inderdaad zoeken naar de Belgische kampioen die heel lang op zich laat wachten. Hier dan, hier komt hij voorbij. Op 15 seconden is dat Sven Nys. Dat is een herhaling van het verhaal van gisteren. Ook toen die eerste 200 meter goed uit de startblokken. En dan daar bij wijze van spreken al een prijs voor betalen in de volgende strook. Enfin, hij is weer aan een inhaaljacht toe. En maakt daar al een slippertje in de eerste de beste bocht. Daar in het dal na de weide. Weliswaar met voorsprong. Dan Klaas van Tornhout, die man die gisteren tot opgave gedwongen werd. Dan gaan we weer naar Renaat. Ja, 4 seconden. Bart Welles dan toch. Verrassende leider. Met 4 seconden rijdt hij aan de leiding. En Sven Nys weer al een slippertje achter de rug. Moet dan nu een gat dichtrijden. En dan is tjak, hier zijn achterstand al 20 seconden. Heeft hij dan wel de juiste tubes op liggen? Vraag je af. Want zoveel slippen, dat is nu ook niet echt normaal. Dan zien we Klaas van Tornhout. Meeuwse die doet een inspanning om helemaal naar boven te klauteren. Dat lukt hem ook nog. En hier word je dan natuurlijk in het pakket opgehouden door kreffelende medeburgers. Hier Klaas van Tornhout opgelet, want dat is een wat vreemde bocht. Dan heb je Taramarka die goed weg is. Walsleben die er in 2007, meen ik, zeer goed opende met een derde plaats. Maar die jaar erop ging het wat minder. Hier zien we Vermeers wat wegdobberen. En dan is het wachten, wachten, wachten. En hier komt dan pas de zesvoudige winnaar van deze cross. Het is natuurlijk wel zo dat je hier een parcours krijgt waarin je wel kunt inhalen. Jawel, absoluut. Hier heb je een zee van tijd om terug te keren. En ja, dat weet Nys als geen betere. Tijd zat, zou ik zeggen, maar je ziet wie dat er, wat er vooraan zit. Klaas van Tornhout, die dat gemotiveerd is blijkbaar. Die dat hersteld is naar zijn slechte dag van gisteren. En had toch wel een kleine valpartij blijkbaar in de koers. Gisteren ging hij al in de fout in de eerste bocht. Klaas van Tornhout, een buitenbeeld moet hij dan nog eens gevallen zijn. Hij heeft daar vooral wat de stijfheid aan opgehouden. Voilà, hier komt hij een eerste keer naar beneden. Maar dan krijg je toch nog een paar hellingen gepresenteerd. Hè. Dat is typisch voor Overijssel. Het is een pure intervalcross. Van Tornhout, dan Meeuwse, dan Welles, dan Walsleben. En dan Meissen, die ook weer voorbeeldig gestart is. En daar zit Nys in een peloton van renners waarvan hij denkt, die heb ik nog in mijn hele leven niet gezien. Ja, hij schuift momenteel ook niet op. Want daarnet zat Jorbe van Tichelt in zijn wiel. En die zit er nu nog steeds in. Dat wil zeggen dat het tempo nog altijd niet omhoog gegaan is bij Nys. Daar zien we met het nummer 31 Giel. En dan komt daar net voor Juri Adams Nys naar boven. Die even zijn neus optrekt, daar moet hij weer een voetje zetten, Paul. Ja, dat is weer schuiven en dan duurt dat enorm lang. Het gaat daar wel wat omhoog natuurlijk. Verkeerde versnelling en dan gevolg toch weer 3, 4, 5 seconden kwijt door dat incident om zo laattijdig van die fiets te stappen. Van der Poel schuift op het kasseitje, zagen we die een tussensprintje plaatsen. Hier heb je David zijn broer, ik had het over Mathieu van der Poel. Die moet nu al dicht bij de top 3 aanleunen. Hier hebben we Rob Peters en dan uitkijken naar de diepte en dan komt hij daar naar boven. We zien hier aan de rechterkant links in de rijrichting Jim Arnouts, gisteren de top 10, nu ook ver, ver, ver. Hier Page en Meeuwse voorin. Ja. Walsleben op positie 2. Meissen op positie 3. Marcel Meissen. Babbels in het wiel van Sven van Tornhout hier. Ook matig, hè? Nog niet losgekomen. Voorlopig, voorlopig. Maar dat biedt zeker nog perspectieven. Hij is andermaal binnen, dus blijkbaar een verkeerde keuze gemaakt daarnet. Ja, die heeft toch wel wat problemen met de tubes momenteel. En dat is dan toch zoeken. Heeft dan heel lang getraind daar straks. Alles gewikt en gewogen. De regen heeft dan toch weer invloed gehad blijkbaar op het parcours. Maar omdat dat dan zo moet aflopen, dat is toch een vraagteken. Ja, goed. We gaan naar het einde van de eerste ronde. Alles nog vrij dichtbij. Laten we het bij een verkenningsronde houden. En dan zien we toch dat hier in de achtergrond ook nog anderen Nys voorbijrijden. Geloof me, gisteren heeft hij een tik gekregen. Een mentale tik. Zijn hele cross, nou driekwart van een cross, blijven hangen op een 15-tal seconden. Dat zou je vorig jaar zonder problemen dichtgereden hebben. En dan werd hij toch aan het eind van het verhaal op een halve minuut gezet door Pauwels en door Van Aert. En dan krijg je een opdoffer
Renaat. Ja, ze zitten in de afdaling richting vijver Rick Meij met de Meeuwsen die behendig langs die boom gaat voor Meijsen. Dan Walsleben, tweede Duitser, van Tornhout, Mathieu van der Poel, van Kessel, wel eens wat teruggezakt nu op 9 seconden Sven van Tournhout. En dan het hele klad en nog altijd dat kloofje met het groepje Sven Nys. Dat blijft. Wij zien Rob Peters naar beneden duiken, dan komt hier nu in het laantje. Meester voor de pinnen met Meijsen en Walslepen, de Duitsers goed voorin. Mathieu van der Poel op positie 5. Hier Bart Welles, die wat teruggezakt is. Sven van Tournhout, die het beter doet dan zijn meester. Gisteren kon hij af en toe een handje toesteken. Dat deed ook Meeuwsen in de achtervolging gisteren in Hasselt op de twee mannen van de Kempen. Hier is Renaat weer. Ja, Sven Nys, lusteloze indruk maakt hij. Plek 23 op 37 seconden. En hier nu toch al pressen. Bart Welles heeft een gat moeten laten vallen. Dan zien we daar ook Peters al zwaaien met de handen om toch wel wat warmte te zoeken. En Nys op zijn trek zeer behoedzaam. Hier hebben we een groepje van 6. Weer naar een kasseitje toe. En dan zijn er nu al 25 seconden voorbij. Dat gaat naar de 30 seconden. Dat zal wel om en bij de 35 seconden zijn alvorens Nys hier de bocht induikt. En inderdaad lusteloos. Hij laat ze allemaal voorbij rijden. Ja, ze passeren langs links en langs rechts. Slecht teken. Lastige strook natuurlijk. Hè. En dan zo meteen moet je ook bergop de overgang maken naar de rijfase. Dat is niet evident. Hè. We hebben de eerste ronde afgelegd in 7.24. Dat is de 20.27 per uur. Dat is een pak trager dan gisteren. En toch is 20 per uur op dit parcours nog altijd vrij snel. Walsleben doet het daar mooi met een klein verzetje. Heel lang naar boven, maar wel mee voorin verschijnen. Als Klaas van Tornhout al hersteld is van de inspanningen van gisteren en vooral nou ja, van die val, want daar gaat het vooral om, dan moet hij hier gezien de loopfase die er zijn toch zijn voordeel kunnen doen. Ja, dat zou wel eens kunnen, dat dat uiteindelijk zo zal uitdraaien. Dus, maar we hebben ook al een zeer goede Mathieu van der Poel gezien daarnet. Daar komt Mathieu nu in positie 4. Meijsen op kop. Die start meestal snel, al is het maar om zijn sponsors in beeld te brengen. En dan valt die traditiegetrouw ook even snel weer terug. Walsleben zien we dat niet doen, al viel die gisteren ferm tegen. Walsleben in de cross in Hasselt werd pas 12e. Dat zal op karakter worden deze keer voor Sven Nys. Ja, en met het hoofd wellicht al op Mallorca. Ja, dat zal hem deugd doen. Een keertje ertussenuit. Ja, laten we voor hem hopen dat hij niet aan het seizoen te veel bezig is. Daar zijn ze helemaal op de sukkel geraakt. En dan gaan er ook nog een paar noodgedwongen bij liggen. We zagen daar Bart Welles ook even uit cadans geraken. En het is Rob Peters die daar onder de spandoeken van Prik en Tik terecht kwam. Ja, met boven hem Bart Arnouts. Daar zien we Corné van Kessel het rijtje sluiten. Ook hij altijd een goede starter. Maakt ook gisteren indruk en werd dan uiteindelijk toch nog 6e. Hier zien we David van der Poel. Woeps, en daar zijn ze erbij gaan liggen. En dan moet ook hij zijn tuig wat schuin trekken. Renaat. Ja, Meeuwsen en Meijsen zij aan zij. Heel mooie strijd op dat klimmetje tussendoor. En dan naar de klassieke afdaalstrook. Het schuine kantje van de Overijssen. Hier vierde Roland Liboton zijn triomfen. En je ziet dat die kopgroep dan eigenlijk ook al in twee is gebroken. Pauwels is in een tweede groepje verzeild geraakt. En dat al op 15 seconden. Verrassende ontwikkelingen hier toch. Ja, dat klopt. Pauwels heeft ook natuurlijk ferme inspanning moeten leveren gisteren om vooral wat tijd terug te nemen in dat B-post-bank klassement. Dat heeft hij natuurlijk ook met verve gedaan. Dan kun je het wel moeilijk hebben in die openingsronde, maar kan dan toch nog altijd keren hoor. Als je wat in je ritme geraakt, dan kun je nog wel opschuiven. Je moet het natuurlijk willen, hè? Ja. En de laatste in de rij hier, Gianni Vermeers. En weer naar Renaat. Ja, Bart Welles volgt al op 30 seconden en Sven Nys komt hier voorbij op meer dan 50 seconden. Een snipperdag, meer zelfs, denk ik. Ja, zou hij dat vooraf in het hoofd gehad hebben? Er moeten in totaal 8 ronden afgelegd worden, dames en heren. Dus bij de volgende passage en de streep zijn er dat nog 6.
Meeuws lijkt me in elk geval wel goed hersteld. En die heeft gisteren ook serieuze inspanningen geleverd. En wat doet hij dat goed? Overal weer naar boven klauteren. Klaasleben, Maaise. Laten we dat de outsiders noemen. Dat kun je van Meeuws niet meer zeggen. En dan van der Poel kun je dat natuurlijk ook niet zeggen. De winnaar in Gieten. Al heeft hij die andere crossen toch iedere keer het hoofd moeten buigen. Vooral dan voor Wout van Aert. Ja, bijna even goed. Ook al maakt het een dag en nacht verschil winnen of net geklopt worden. De gevaarlijke plaatsen, de wortels die er bovenuit steken, zijn goed gemarkeerd. Met oranje fluo. Dat helpt. Renaat. Ja, Nijs dan toch bezig aan een inhaalmanoeuvre. Een aantal renners ingehaald. Kan hij hier nog een remonte bewerkstelligen? Dan moet je spreken van een volledig mirakel. Ja, dat is nogal gebeurd hoor. Hier zie je Pauwels. Ja, die is losgebroken. Dat hij na een ronde of twee toch in zijn ritme kwam. En dat hij de ene na de andere ging oprollen. Daar zien we in werkmanstijl Sven van Toernout. Die absoluut weer zijn plaats aan de subtop wil veroveren. Of in de subtop. En daar krijg je de twee mannen van Roodhoofd vooraan. Hè? De twee withemden van de Poen en Waalsleep. Sterk duo. Daar komt Kevin Pauwels nu in beeld. Opgelet, hè? Daar staat Bart Riboer, dat is een maatje. Dat is een spreekbuis. Al komt hij ook in interviews steeds beter voor de dag. En wat je met Pauwels hebt, zegt het altijd gewoon zoals het is. Zit er al wat meer op hier? Ik heb de indruk van wel. Dan zit hij bij Petrus, Lubomir Petrus. Dat is nog zeer ver natuurlijk, maar het tempo is in ieder geval omhoog gegaan bij Nijs nu. Ja, het voor eigen volk zomaar laten lopen, dat kan nu ook niet echt. Toch en hij blikt vooruit. Ja, toch had er niet veel meer moeten bijkomen om daar de verkeerde kant te draaien op een bepaald moment. Zit daar in de buurt van Dave de Klein. Steeds weer dat dalen, dan weer compleet remmen. Het moet daar wat stroppen, dat kruipt in de kuiten en dan weer naar boven klauteren. Het is een verschrikking hoor, deze cross. Van Toernout toch dik oké, hè? Ja, ja, hij speelt mee. Hij is er terug bij de mensen. Echt wel. Was hier in 2006 Sven van Toernout tweede na Sven Nys. Maar dat waren zijn goede jaren. Als jongeling, wereldkampioen geworden bij de belofte. Dan de overstap gemaakt en vrijwel onmiddellijk meegedaan met de top. Een paar keer op het podium bij de profs. Dat was het geval in 2004 in Pontchâteau, waar Bart Welles Mario de Klerk versloeg. Daar kregen we in de slotronde nog een aanval van Toernout. Van Toernout mee op het podium ook met Nys en Vervecke in 2005. Van ja, erop. Van der Poel laat hem vertrekken. Waalsleben. Dan gaan ze het spel spelen dat ze als een keertje wilden spelen in Hammen. Nog zes stuks, hè, jongens. Ja, die duren al lang. Klaas, de snelste opener nu aan het wiel van Sven van Toernout. En onze kleine van 30 jaar. Met de scherpe tandjes en het soepele verzet aan de streep. En hij is nog in volle afdaling. Waar Rick Mee inderdaad voor een biljet van 1000 frank ooit is recht de vijver indook. Fantastische jonge Rick Mee. Kwam altijd nadat hij een rondje nog twee ergens zich wegstopte met Liboton over de streep. Ja. Hier wint mijn god weer. Dat is uitrekenen en wachten op een bepaald moment totdat het publiek heel luidkeels over Liboton supporterde. En dan wist hij perfect waar hij moest inpikken. De eerste ronde was 7-24, de tweede 7-21. Dus net dat tikkeltje rapper. We zitten aan 20.4. Daar zien we de Nieuwelaren. Die rijdt ook nog altijd voor Nijs uit. En Petrus schuift weer wat door. En dat is toch al op een minuut. Op een minuut. Renaat. Ja, de mening van ploegleider Jan Verstraeten. De achterstand van Sven Nys. Een minuut. Ja, dat is niet goed. We weten het zelf ook niet wat er scheelt. Er waren wel voor de wedstrijd wat twijfels waar het hem over klaagde. Hij had niet echt een goed gevoel. Hij had wat kou. Maar voor de rest waren er geen ziekteverschijnselen. Maar dan moeten die cross afwachten. Dat is een cross die normaal Sven ligt. En op dit moment... de situatie waar Sven nu zit is niet normaal. Maar verder weet ik er ook niks van. We moeten nu alles samen met Paul hier, we hebben het juist gezegd, is alles analyseren wat het kan. Zit hij al met zijn hoofd op Mallorca?
Ik weet het niet. Ik denk dat hem liever hij vertrokken had met een heel goed gevoel en hij meegereden had voor te winnen. Dan moeten we niet rond de pot verdraaien, dat is gewoon zo. Maar dit is abnormaal. Ja, het is zo. Langs de andere kant, wat dan positief is, want Doornhout van voor, die zit nog altijd in de running voor de eerste plaats. Maar wat betreft Sven, moeten we even afwachten, ook de verklaring, het gevoel, maar dit is niet normaal. Dankjewel. Dat analyseren, daar zijn ze al een poos mee bezig. Laten we zeggen dat het tot en met de zon over draaide zoals dat verwacht werd. Want daar beheerste hij de crossen nog. Deed daar wat dwaas eigenlijk door de oppermachtig te willen crossen. En kreeg dan lik op stuk van Powers. Maar sindsdien, ook mede door die ziekte, is het toch bergaf gegaan. Dan zie je toch dat het als 38-jarige niet zo evident is om daarvan te herstellen. Nee, het is niet zomaar dat hij de toerist uithangt, want hij ziet echt wel af. Dat kun je gewoon merken aan de manier van zijn gelaat. Ja. Nogmaals, het zou jammer zijn mocht hij straks moeten vaststellen. Waarom heb ik dat mezelf nog allemaal aangedaan? Maar laten we ervan uitgaan dat hij na een rustperiode, relatieve rustperiode en een flinke heropbouw in Mallorca weer op niveau kan komen. Vooral aan Ronse terugdenken. Daar domineerde hij als vanouds. Maar dat is ondertussen al van begin oktober geleden. Ai. Sven van Turnhout, nogthans technisch in kraan ook. Maar ze trippelt daar nog altijd mee vooraan. Walslepen houdt het tempo behoorlijk hoog. En Van Kessel bewijst, net als in Valkenburg, dat hij ook op dit soort terrein goed voor de dag komt. Jawel, regelmatig genoeg Van Kessel. Daar ontbreekt het niet aan. Het zou eens leuk zijn voor hem, moest hij eens een keer uitpakken met een overwinning. Het zou weer een stap vooruit zijn voor hem. Voor Walsleben overigens ook, die snakt naar die overwinning. Want die blijft maar uit, maar dat is wel een hele nuchtere jongen. Ik ben wel wereldkampioen geworden bij de belofte. Maar dat was, zegt hij zelf, in een periode waarin het niveau wat minder was. Ja, maar hij heeft genoeg bewezen al Walsleben. Vorig jaar was dat zo mooi hoe dat van de ene koers naar de andere fladderde. Dus helemaal vooraan in de spits. Het kan nog altijd. Dus hij is er weer mee bezig om beter te worden. Renaat. Ja, even polsen bij Christophe Roodhoofd. BKCP Powerplus heeft 1 en 3 momenteel. Met Walsleben en Mathieu van der Poel. Ziet er goed uit voor je ploeg, Christophe. Ja, tot nu is het inderdaad heel erg goed. Het is een parcours dat Filip erg goed ligt en dat Mathieu natuurlijk ook ligt. Maar het is een verraderlijk parcours over een aantal omstandigheden vandaag. En gezien de afgelopen weken ben ik toch wel heel voorzichtig nog. Ik kan het allemaal nog niet goed inschatten hoe dat zal aflopen vandaag. Kader dat is, gezien de afgelopen week? Ja, het is nu niet echt, we zitten niet echt in een topjaar. We hebben weinig topmomenten nog maar beleefd. Ik dacht vorige week zondag dat ook dat binnen was. Op een paar seconden van het einde, en dat was dus ook niet. Dus ga ik nu wachten tot ze over de meet zijn om zeker te zijn. Dat begrijpen. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, die sprint bedoelde je? Ja, die sprint en ook, ik vond die demarrage van Walsleben, dat hij er ook wel mocht zijn. Bij de andere tijden gaat, dat zo'n demarrage volstond om te winnen. Hè. Voilà. Dat is Christophe Roodhoofd zijn visie. Hier komen ze nu aan onze neus voorbij nog altijd. De Duitse kampioen aan de leiding met Van Kessel, tweede positie. En Mathieu van der Poel gewisseld. Komt nog net voor Meeuwse uit de materiaalzone met Van Turnhout Klaas in het wiel dan. Dat is de top 5. Een opmars zagen we in de achtergrond van Kevin Powels. Kwam daar aansluiting vinden bij een van de voorgangers. Dus nog een eindje verwijderd van zijn ploegmaat hier, Klaas van Turnhout. Die een wat bedrukt gezicht heeft. Maar zal wellicht ook wel wat lijden. Want het is bepaald fris, hè. En de vochtigheid doet het niet echt goed aan. Nee, dat is de boosdoener. Daar in het bos is het wel behoorlijk blijven liggen. Nog altijd enige beschutting. En ook een grond die doorlaatbaar is. Maar ze iedere keer met een tussensprintje weer proberen naar voren te geraken. En de blik, ja, die wordt wat verborgen door die bril. Altijd weer anticiperen van die fiets af. Ja, en dat is met hoge snelheid naar beneden. Dat is best gevaarlijk voor de enkels. Ja, toch wel. En dan proberen grip te vinden op die grond die dat helemaal vettig is. En dan dat tegenspartelende tuig weer optillen. Zag je dat bij Maaissen?
lijkt allemaal wat onbeholpen, maar dat is natuurlijk evident, want dat slaat alle kanten uit. En dan onmiddellijk weer overgaan in de gevaarlijke dalfase daar naar de vijver. En dan ver in de achtergrond. Dat is het lang wachten voor de mannen in de post, zijn ze niet gewoon. Daar komen de leiders weer voorbij. Dus ze zijn nog met vijf. Ja. Komt er wel eentje uit de achtergrond. Goed opletten ook, mocht het tot een sprint komen. Als ik het goed gezien heb, is het wind tegen. Of is die wind ondertussen wat gedraaid, dan zit hij wat meer in de vlak. Nee, nog altijd tegen. Walslepen, Van Kessel, Mathieu van der Poel, Meelsen, Ras van Tornhout, Maaissen met een tussensprintje. En daar komt in de achtergrond Pauwels toch uit de bocht. En daar moet er een aantijger staan, ik weet niet waar. Ik sta in de materiaalzone en het nieuws uit de pitzone is dat Sven Nys uit de wedstrijd gaat stappen. Hij heeft aan zijn jongens in de materiaalzone aangekondigd. Ik rij naar de kamper en dus is het over en out voor de Belgische kampioen. Overijssel was een korte cross voor hem dit jaar. Dan is het een domper weekend geworden. Gisteren nagenoeg de helft van zijn voorsprong in de Bipost Banktrofee verspeeld. En hier, nee, geen poot vooruit. Zit er nog wel altijd in, hè? In de wedstrijd. Ja, maar het is bij de eerste mannen, dat is traditie zo, dat zeg je in de post. Dat zij ook weten waar ze aan toe zijn. Dat ze daar niet nog een kwartier staan te wachten. Waar is hem nu niet uiteindelijk? Niet langer koukleumen. Ja. En ook vaak hebben die mannen dan ook nog de sleutel bij van die mobilom. Juist. Op die manier raak je snel binnen. Vroeger stond die mobilom altijd hier aan het Sven Nysplein. Op die hoeve op de Tenotsberg, waar we overigens niet meer oprijden. Ja. Dat is al een paar jaar niet meer het geval. Daar gaat Mathieu van der Poel. Die blijft op de fiets. Dat is zijn sterkpunt daar, helemaal rechts. Ja, Renat. Ja, bij Jan Verstraeten, wat is jouw reactie op de nakende opgave van Sven Nys? Mijn reactie, ik heb hem juist aangegeven dat het beter was dat hem stopte. Je ziet duidelijk dat er iets niet klopt en dan haalt dat niet uit in deze omstandigheden van blijven verder te zetten. Wat kunnen die redenen zijn? Dat kan zijn dat Sven deze avond of morgen vroeg goed ziek is, maar dan haalt dat totaal niet uit dat je hier ligt verder te rijden. Deze is niet normaal en dan moet de conclusie trekken en dan moet het zeker voor het onzeker en moeten gewoon stoppen en dan moeten we gaan kijken wat het eventueel kan zijn. Voilà, dat doet hij nu. Hij gaat uit de wedstrijd. En wat was zijn reactie toen je hem dat toeriep? Hij besefte dat zelf ook wel, dat dat de beste optie was. Hij gaf het zelf ook aan op het moment dat ik riep. Dus hij voelt dat zelf ook. Langs de ene kant is deze alleen minder erg. Hoe moet ik dat zeggen? Hier zie je duidelijk dat er iets niet klopt. En dat ook de reden is van het niet presteren op dit moment nu vandaag. Alleen de oorzaak zoeken, hè, dat is nu even moeilijk. Hoe zie je Sven van Toeren nog evolueren in de cross? Sven van Toeren is enorm sterk bezig. Zijn start was weer al om goed vandaag. Terjuist maakte hem een schuiver waardoor hij het wiel loste van het groepje. Maar ik denk dat er vandaag weer een dikke top 10 plaats in zit. En laat ons hopen op meer zelfs. Nog één vraagje over Sven Nys. Denk je dat er mentaal oplapwerk zou nodig zijn wanneer jullie morgen of ten laatste overmorgen richting Mallorca vliegen? Waarschijnlijk wel. Hè. Dat zou abnormaal zijn als dat niet moest zijn. Sven is iemand die elke wedstrijd wil rijden voor te winnen. En als dat dan niet lukt, dan wil hij ook weten hoe dat komt. Ligt dat aan harder trainen? Dat zijn dingen die we bijna kunnen uitsluiten. Want daar op dat vlak is alles perfect. Maar als je dan ziet, een wedstrijd als vandaag, waar dat hij zo wordt weggereden, dan denk ik meer in de richting van toch een virale infectie of dergelijke die in zijn lichaam rondsluimert, want dat is niet normaal. Maar dat moeten we onderzoeken, hè. Dank je voor je uitleg, Jan Verstraeten. Veel uitleg, want ondertussen is Van der Poel de pijp uit en die heeft al een flinke voorsprong bij ingereden. Nou, toch al een seconde of vijf, want dat gaat daar merkelijk trager hier bij Corné van Kessel en bij Walslepen. Dan maakt Walslepen de indruk om daar voorbij te willen. En daar is Van der Poel toch al het pijpje uit, hè? Dat gaat Walsleben zeker niet doen met een Van der Poel. Een man waar dat je van weet... ervoor gaan kruipen om het tempo nog wat meer gaan te drukken. Dat zou kunnen, maar dat is niet echt het 100% professionele meegaan als er iemand achter gaat. Dat is de kunst. Op de juiste moment meeglippen. Wat dan met Antoon op het wiel gaan zitten, ja, dus. Ja, zoals nu Meeuwse vertrekt. Zeker geen gatje laten. Meeuwse zeker geen vleugels geven met een gat daartussen te laten, want dat kan fataal zijn. Corné van Kessel heeft zich daar wel wat losgewerkt. Lengte, het is Meeuwse overigens, en lengte of 2-3. Daar komt Walsleben dan uit de bocht en dan nog altijd Klaas van Toornhout en dan van Kessel.
Dus Mees reageert op de jonge Van der Poel. Dan zagen we Meissen nog uit de bocht komen van Kevin Powers. Nog altijd niet meteen een spoor. Die komt daar wel achteraan. De man die vroeg in het seizoen won in Gieten. En gezien zijn klimmerscapaciteiten op de weg moet hij hier ook wel leuke partijen vinden om op te klauteren. Ja, en zijn draaiwerk, die korte bochtjes, dat kan hij ook perfect. Hem net zien draaien rond dat paaltje. Mooi. Kessel krijgt het wat zwaarder nu. De indruk dat de meester toch nog altijd wil knokken, maar dat het niet evident is natuurlijk om een klasbak als Van der Poel zomaar weer bij de lurven te grijpen. Het zal niet makkelijk zijn om deze kerel terug te halen. Gemotiveerd, gisteren niet gereden, vol overschot, adrenaline. En op dat klein verzetje doet hij natuurlijk zijn voordeel hier. Ja, de andere niet gewisseld en dat, ja, dat maakt toch weer uit dat de meester zo goed als komt aansluiten. Ja, hij komt nu op het wiel. Wel een propere fiets, het enigste voordeel dan. Een pak karakter bij Meussen. Daar heeft hij zeker vooruitgang in geboekt. Ook steeds beter geworden met de jaren in de klautercrossen. Hij heeft natuurlijk ook geleerd met zijn verstand te crossen. Hè? Ik heb de indruk dat dat impulsieve er wat meer af is. Gelukkig, gelukkig. Want het is ook wel nodig met deze generatie om toch wel uw verstand te gebruiken op een bepaald moment. Heeft dan wel krachten gekost om terug te keren. Maar Van der Poel natuurlijk ook niet van de domste. Die denkt van, ze zitten op het wiel. Dan is het misschien zinloos om risico's te blijven nemen. Zal ik hem maar even inhouden. Dat deed hij daar met veel verve, moet ik zeggen. Amai. Dus hij gaat onmiddellijk doen en mij tegenspreken. Hij heeft groot gelijk. Zijn schoenen waren precies kilatten. Met twee voeten tegelijk slippen. En dan toch nog maar wat druk zetten. En bewijzen dat hij ook een pak techniciteit in de benen heeft. Dat willen we graag nog eens opnieuw zien. Hè? Maar dat was een fantastisch manoeuvre. Daar lijkt dat even mis te gaan. Woeps. Maar ik heb de indruk dat dat op zijn schaatsend allemaal in controle is. Het gaat stilvallen. Daar komen er terug vier van bij elkaar. Ja, we waren met zes en we zijn nu nog met vier. Dus stelselmatig speler hier in Overijssel wel wat kwijt. Dat is de logica zelf, Renaat. Ja, Christophe Roodhoofd, heerlijk hoe Mathieu van der Poel die bocht daar oploste. Ja, we hebben dat vorige week ook gezien en nu was dat ook inderdaad wel heel mooi. Hij doet dingen die we eigenlijk nog niet veel gezien hebben, vind ik, in de cross. Van die spectaculaire manoeuvres. Tactisch zitten jullie in het voordeel, met z'n tweeën in die kopgroep? Ja, maar tactisch, ik denk dat hier de beste gaat winnen vandaag. Ik denk dat hij qua tactiek niet veel aan te pas gaat komen. Ik dacht net dat Mathieu eigenlijk al weg was. Maar Meussen is hier ook technisch sterk en heel fysiek heel goed bezig natuurlijk. Van der Poel verloor veel tijd in de materiaalzone waar het bagger is en dat buitenkantje loopt dan net ietsje vlotter. Ja, dat klopt wel, maar nu zal Meussen moeten wisselen en gaat Mathieu dat niet doen. Dus kunnen we misschien in de afdaling terug een nieuwe aanval krijgen van Mathieu. Dankjewel. Jenny Vermeers zagen we hier op vier ronden van het einde, dat wil zeggen half cross, een groepje aanvoeren. We hebben door die snelle Van der Poel een ronde afgelegd van 7.15. Dat is de rapste tot dusver. En dan zitten we aan 20.7 gemiddeld. We blijven toch altijd om een bij de 20 per uur. Daar komen we met Jim Arnouts voor de pinnen en met Rob Peters. Maar dat is ook al op een kleine minuut. Dit is zijn strook. Helemaal rechts kan hij toch wel behoorlijk goed rijden. Maar ze hebben het in de gaten. Meus doet exact hetzelfde. Kiest inderdaad zijn crossen uit Van der Poel. Maar ik vraag me af wanneer die jongen tot rust komt. Per slot van rekening heeft hij bij wijze van spreken de onmiddellijke overgang gemaakt van de weg naar het veld toe. Hè. Deed nog mee voor de titel in het WK voor de belofte. In Ponferrada op de weg. Mispakte zich daar aan een te snelle aanval van Kuhn, de Zwitserse favoriet, ging mee op drie ronden van het einde. En die mannen verdwenen eigenlijk in de achtergrond. Maar hij deed wel mee voor een tweede op een volgende wereldtitel. En dan gaat hij gewoon het veld in. Dan vraag ik me af of hij toch niet in de toekomst moet een tussenpauze inlassen. Ja, de pa zou het best moeten weten. Als die zijn goedkeuring geeft, dan neem ik aan dat het oké is voor hem. Renat.
Hij heeft weer een seconde of twee, drie. En dan begint Van Tornow te sukkelen in de afdaling. En dan is dat een interessant moment. Terwijl iedereen hier eigenlijk sukkelt in de materiaalzone die volledig verzopen is. Het verzopen land van Overijssel. Dat ook wat minder volk trekt, heb ik de indruk. Dit is Jorben van Tichelt, die heeft stukken paal. Ja, nog niet te merken wat dat daar juist scheelt. Maar in ieder geval, het daar ziet er naar uit dat het voorbij is voor hem. Hopsakee. Ja, plat op de buik. Ja. Ja, dat zijn linten die dat absoluut niks meegeven. Het tegen het canvas. Ja. Heeft andermaal een lengte of 7-8. Op die tussenstrook, na die loopfase, gaat hij wat beter die berg op. Krijgt er, in de weide. Krijgt er natuurlijk een kwaaie tegen nu. Klaas van Tornout nog nooit zo dicht vandaag in de wedstrijd, in die tweede positie. Was van Tornout die ook vorig jaar nog meestreed voor de zegen, weet u nog, dat schoudertje om Nijs de doorgang te beletten. Het leverde hem uiteindelijk een vierde plaats op Renaat. Ja, bij Danny de Bie, ex-winnaar hier in Overijssel. En ploegleider van Telenet Fidea en Tom Meeuwse. Ja, hij moet achtervolgen op een ontketende Mathieu van der Poel. Ja, Meeuwse doet op het moment wat hij moest doen. Van der Poel is net een meter of 50 weggereden. Dus ja, dan moet in geval van Meeuwse er niet op wachten. Want zo'n mannen moeten niet laten wegrijden. En zei Meeuwse voor de cross, ik hoop op nog meer regen. Dan lijkt het wel sneeuw en ijs en glibberig en toestanden. Het is dan, dan heeft hij gekregen wat hij wilde, want het is heel glibberig. Heel glibberig. En dat is iets wat Tom normaal heel goed ligt is. Dus we zien wel wat hem komt. Hij heeft het nu wel moeilijk, hè? Dat zie je. Het gaat op het moment heel snel. Maar het duurt nog 5 ronden of zoiets zeker. Al dus een filosofische dan niet. De man van Oostmalen houdt het voor bekeken. Jorben van Tichelt ook. Hij verdwijnt uit de wedstrijd. Was dat bij papa dat hij daar even langskwam? Dat klopt. Kreeg ook de sleutel mee van, om zo snel mogelijk binnen te kunnen. Kijk, in zijn linkerhand. Jorben van Tichelt ook nog altijd belofte. Van der Poel met nog altijd een jagende Klaas van Tornout. Dat mag voor mijn part nog wat blijven duren. Dan blijft de spanning hier nog altijd wat in de cross. 5 seconden. Laten we hopen dat de wat oudere van Tornout, ik dacht te zeggen, nou, dat hij niet te snel plooit. Kraken zal hij nog niet helemaal, maar het zijn wel de fragmenten op een bepaald moment dat het gaan uitspelen voor Van der Poel. Kleine helling is waar hij boven rijdt, waar dat Klaas niet in slaagt. Dit was die bocht die Simonek een zware blessure kostte een jaar of 2 geleden, dacht ik. Door die bocht wel, te missen. Ja, dat is die bocht. Kijk, dat zijn de stukken waar hij op kikt. Hè. Die niet al te lange hellende stroken van een goede 100 à 150 meter waar hij plank gas kan gaan. En waarvan hij weet, daar heeft de rest een probleem mee. Meester sluit weer aan bij Van Tornout en hier walsleep. Die toch andermaal moet vaststellen, ze zijn nu net iets te snel. Ze zijn weg voor hem. Dat wordt afzien. En ik heb zo'n sterk vermoeden dat Pauwels ondertussen al gedacht heeft. Ja, ik doe mee in 3 regelmatigheidscriteria. Zal wel genoeg zijn, zeker. Voor de toppositie en in de Bipo's banktrofee op 2. Komt hij ook steeds dichter bij de top. En wat met Nijs? Hoe komt hij terug uit Mallorca? Dat is maar zeer de vraag nu, Renaat. Ja, 9 seconden. De voorsprong van Mathieu van der Poel op Van Tornout en Meeuwse. En dat is dan toch een meer dan mooi gat. Walslepen, 4e. En wat denkt Christophe Rothoff nu? Ja, ik denk dat hem nu eigenlijk toch nu weg is. Als hem nu niet direct een foutje maakt, zullen de anderen toch wel heel rap moeten zijn, denk ik. Dankjewel. Klopt helemaal. Want ga er maar van op aan dat hij niet stilvalt. Nee, hij kent het nog. Sluit zelfs aan bij zijn uitleg. Daar heb je een van die grote reuzenschermen. En dan krijg je daar natuurlijk een opeenhoping van volk. 7 seconden, 7,5 seconden. En in de achtergrond troepen ze samen. Dus Klaas heeft wellicht begrepen dat het niet zal lukken. Dan zal het van Meeuwse moeten komen. Oei, hier is hij weer. Dat is fantastisch. Heerlijk. Ja, dat is echt, ik zou zeggen, over de limiet, maar hij heeft er blijkbaar... Dat is een glijpartij op de beide schoentjes. Gaat daar niet in loopfase, gewoon in schaatsfase van een meter of 4. Overal kweekt hij vertrouwen nu. Hij is los. Als een slang, glibberig, ook daar in die bocht naar de vijver. Hopsakee. Klein beetje afremmend met zijn rechtervoet. Amai. Hij is opgeoefend. Ja. Sterk. Dat is gewoon geen schrik hebben. Het is een spektakelman.
daar behoedzaam op die klinkert is of zijn dat goed gelegde kasseitjes. Ja. Je moet in elk geval goed opletten daar. Het zijn supergladde, want het zijn zelfs van die geslepen, gepolierde kasseien. Die zijn nog gladder dan een gewone kassei. We zijn op 3 ronden van het einde, Renat. Ja, we staan bij Mario de Klerk, de ploegleider van een jagende Klaas van Tornop. Komt hij er nog, Mario? Ik denk dat het nu gaat bepalen zijn. Het stuk naar de materiaalpost die nu komt, na de finish, is heel lastig. En ik denk dat Klaas de sterkste punt is, volgens dat ik het al gezien heb in de wedstrijd. Dus we zullen zien, als er boven niet bij is, denk ik dat het moeilijk gaat worden. Ja, het is alles op Van Tornhout bij jullie vandaag, bij Sunweb Napoleon Games. Terwijl Kevin Pauwels in de achtergrond baggert op een minuut. Verrassend? Ja, kom, het is zo. Hij heeft geprobeerd. En ik denk dat de vermoeidheid van gisteren nog in zijn been zit. Hij heeft ook een hele week keihard getraind in Mallorca. Dus ja, ik denk dat het ergens normaal is. Oké, dankjewel. En dan kijken nu of Van Tornhout er nog iets kan aan doen aan die achterstand. Wel, dat moet dan hier gebeuren, want dit is die strook waar hij het meest van houdt. En met zijn wat langere passen zou hij hier wat moeten kunnen goedmaken. Maar hij met zijn trippelpasjes doet dat ook uitstekend. En dan komt nu het stuk Van der Poel. Hè? Daar is Van der Poel duidelijk de betere. Ja. Als je hem aftoetst aan Van Tornhout. Kijk, die blijft daar lopen. Ja. Zie je? Het is al 30, 40 meter verder en kiest nu pas voor het rijden. En dan is Van der Poel toch al nagenoeg boven op de ronding van de helling. We hadden een rondetijd van 7.13, dat zegt veel, hè? Dat is alweer sneller dan de vorige. Deze jongen. En er is heel weinig plaats. Als je ziet wat hij moet doen om daar helemaal rechts tegen die naders te blijven, tegen het publiek. Dat is een kwestie van centimeters daar. In een trage cross. En hij heeft vorige week in Hamme bewezen dat hij het ook kan in een snelle cross. En nu recht blijven. En dat is natuurlijk wel wat anders. Dat is een ander paar mouwen. Renaat? Ja, dan vragen we een reactie bij zijn pa. Hij had 10 seconden en dan is er even dat schuivertje voor Mathieu. Adrie van der Poel. Ja, en dan? Inderdaad, want hij is voor de rest oppermachtig momenteel. Goh, hoe vermachtig, dat weet ik niet. Ik bedoel, we missen een goede Sven Nijssen, Wout van Aert is er niet. Hij is aan het beteren, dus dat zien we duidelijk en het is gewoon afwachten. Je bent hard voor hem, hè? Gaat hij misschien de druivencross winnen op zo'n jonge leeftijd? Nog 3 rondes koers, er kan nog van alles gebeuren. Echt de slimste mannen zitten van achteren. Tom Meeuws, Klaas van Tornhout, de mannen die eigenlijk nooit rijden, altijd profiteren. En dat ga je nu ook zien, die gaan gewoon 1 snelle ronde rijden. En daarom is er 1 klein foutje dan, en het is gebeurd. Maar die laatste ronde was de snelste, getekend jouw zoon. Rondje, hoeveel was het weer? 7.13, voilà. Dus dat zijn cijfers die om u tegen te zeggen. Ja, oké, maar we moeten ook kijken. Het moet wel zo blijven natuurlijk. Ik bedoel, als je dat constant kunt blijven rijden, dat is een teken van regelmaat. Maar je ziet al, het is hoe er het parcours bij ligt. Je mag niet veel fouten maken. Het is opletten, geconcentreerd bij je. Straks gaat de vermoeidheid toespelen. Dus dat zijn dingen die helemaal niet nodig zijn om over fietsen. We moeten gewoon lopen. Dat kost zoveel kracht en dat gaat op het einde ga je dat betalen. Voilà, dat was het commentaar van de achtervolger. Een harde en een verbeten vader, Adrie. Maar ik krijg natuurlijk wel gelijk, want Meeuwsen komt door dat sprintje, dat tussensprintje, op 3 seconden van zo'n lief Mathieu. En gaat Klaas van Tornhout daar ook van profiteren om weer aansluiting te vinden? Meeuwsen, zoals ik daarnet vertelde, een pak slimmer, een pak rijper geworden. Weet zijn krachten beter te doseren. En daar begint het natuurlijk. Hè. Dan sluipt de twijfel in het hoofd en in de benen. Al is hij best verbeten, ook de zoon. Ja, is natuurlijk gekweekt door zijn papa. En dan heb je daar toch wel wat karaktertrekken van. En voelt nu wel de adem van Meeuwsen. En straks ook het voorwiel van Meeuwsen. Meeuwsen ook met een slippertje. Dat is wel een mooie cross. Jawel. Ze zijn bij elkaar. En dan is de vraag, wat gaat er gebeuren? Hè? Gaat dat herkansing worden voor Klaas van Tornhout? En dit is allemaal begonnen met dat kleine slippertje. De profiteurs, zei vader Van der Poel. Wow, dat is hard. Dat is hard. Wow, dat hoeft niet echt, maar ja, hij mag zijn eigen mening hebben en heeft die kans gegrepen om iets uit te kramen op een bepaald moment. Oké. Ik heb Klaas al mooie dingen zien doen dit jaar en zeker niet echt altijd rekenen. Nee, dat klopt. Dat is op 5 seconden dat Klaas van Tornhout nu zit van de 2 leiders. Dat is de Simonik Bocht. Hier heb je Klaas van Tornhout al.
op inderdaad 5 seconden. En die brengt dan Waalsleben mee. Gaan we weer naar een viertal? Want het zou wel eens kunnen dat ze hier nu zeggen van oké, Van der Poel, ik heb een inspanning gedaan om u tegen te zeggen ik ga wat inhouden. En Mees, die is natuurlijk slim, die gaat niet meteen overpakken. Dat zou hem geraden zijn, dat hij dus deze keer zich niet meer laat verrassen. Eén man heeft in zijn kaart laten kijken en dat is deze Van der Poel. De beste man in koers. Bijblijven in het wiel, op het wiel zou ik zeggen. Wat is cross mooi, maar wat is cross toch verschrikkelijk lastig, hè? Je mag het in je hoofd geen seconde laten schieten. Renaat. Ja, Christophe Roodhoofd nog eens polsen, zei vader Van der Poel zo net. Hij rijdt omhoog waar hij niet omhoog moet rijden, Mathieu. Goh, dat weet ik niet. Als hij dat vlot doet, zoals de laatste dorter was inderdaad niet zo vlot. Maar de dorter vond ik het wel meer als een voordeel. Ja, achteraf is het makkelijk. Hij slaat weer een gaatje nu. Ja, hij moet dan meestal onder druk blijven zetten. Ik denk dat hij de beste man in koers is en Tom gaat dat niet blijven kunnen dichten. Maar ja, het is altijd voorzichtig aan het veld. Van de beter verkoop voor hij geschoten is. Hè? En problemen voor Waalsleben bij het verlaten van de materiaalzone. De ketting, ja, dat was het probleem. En dat heeft hem kostbare seconden en het wiel van Klaas van Tornhout gekost. Wij kijken naar Van der Poel die andermaal wat afstand genomen heeft van Meuse. Ja, Meuse was erbij. En hij rijdt aan die post binnen. Daar gaat hij in de fout van de fiets, terug op de fiets in diezelfde materiaalpost om dan een beetje verder nog eens een keer en dan een zeer foute wissel van Meijsen hier. Ja, hij kijkt redelijk vies achteruit. Hij is boos en schuddebolt. Ja, dat doet pijn natuurlijk. Je bent er dan heel dichtbij en dan komt er dat nog als extraatje erbij. Hier weer genieten. Opzakee, het loopt niet allemaal even gesmeerd als bij de vorige beurten, maar hij komt er wel weer soepel uit. Ook Meesje doet dat overigens goed. Die kruipt wat lager, gaat wat steunen op zijn horizontale buis. En daar is Klaas ook weer. Het is nog niet gedaan. Spijtig voor Van der Poel, maar de jongens zijn gemotiveerd achter hem. Alsof dat geen krachten kost wat ook Klaas van Tornhout hier allemaal doet. In elk geval heeft hij van die blessures van gisteren niet al te veel last, want anders doe je dit niet natuurlijk. We zijn op 2 ronden van het einde. Op 2 ronden van het einde. Van der Poel houding. Meester weer mee. Dekje open. En een blik van opluchting. Ik ben weer waar ik moet zitten. Nog 2 keer de weide in. Nog 2 keer al die boshellingen opklauteren. En dan daar ergens een plekje zoeken. Nu al inprenten. Daar ga ik proberen mijn aanval te plaatsen. Tegen wil en dank. Klaas van Tornhout mee voorin terug. En dan zijn ze met 3. Komt Waalsleben ook nog aansluiten? Zometeen weer de weide in. Dan gaat er toch weer wat gebeuren. De weide van Daan Stuiven. Rockzanger. En nog veel meer genres. Van Kessel, andermaal voor een mooie ereplaats. Na die 6e van gisteren. Nog 2 ronden voor Corné. Waalsleben komt aansluiten. Ja, dat wil zeggen dat het tempo er helemaal uit is vooraan. Maar nu? Stilte voor de storm. Dan gaat hij meteen de marieren. Ik heb de indruk dat hij dat wel wil. Daar komt hij bij zijn ploegmaat. Je hoeft zelfs niks te zeggen, die zal het wel zien. Meester zet Van der Poel opzij. Ja. Niet laten gebeuren, denkt hij. We hebben nu een trage ronde achter de rug, eentje van 7.31. Daar komt Gianni Vermeers. Dat is al op bijna een minuut. En ginder in de achtergrond komt Meissen. Vermeers op 58 seconden. Hier komt nu Meissen voorbij. Dan komt Taas Sven van Tornhout in zicht. Meester blijft bij Waalsleben. En dan weer naar Renaat. Ja, in het veld bij die materiaalzone waar we de 4 tenoren zien strijden. Mooi om te zien hoe ze dat verschillend aanpakken, deze strook. Van Tornhout lopen en dan is het Meeuwse die naar de kop is gegaan. En nu lopend het bochtje rond aan de pitzone. En Van Tornhout derde, Van der Poel nu even teruggezakt. Een 4de stelling, een beetje, ja, terneergeslagen, zo lijkt het wel. Terwijl Meeuwse vooraan versnelt. Ja, en dat deed hij op een nogal gladde manier. Hij ging daar aan het kantje naar de nadaar, greep die nadaar handje per handje vast. En zo kwam hij naar de kop. En Paul keek even van, tja, dat is zou dat wel toegelaten zijn? Nou, element van het parcours, denk ik dan.
Er is heel veel toegelaten in de cross. Maar nog altijd geen man overboord. Ze zijn nog met drie, tenzij Van der Poel hier overboord. Nog niet helemaal. Niet helemaal, hè? Nee, nee. En daar heb je vader Adrie. Zijn voorspelling komt wel enigszins uit. Verschillende details wel, maar dat kleine heuveltje bijvoorbeeld, dat hij zegt van hij kan daar beter lopen, dat kunnen we best in het midden laten. Als de coureur in kwestie dat beslist. Het was natuurlijk zo dat vader Adrie een hele goede loper was en daar zelf in zijn gouden tijd in loopfase zou gegaan zijn. En je praat zoals je vroeger kroste, hè? Ja, maar om dat helemaal over te brengen naar zo'n talent als deze Mathieu van der Poel. Hij durft wel antwoorden, ze. En hij zal dat ook straks wel doen. Ja, ze zijn best eigenzinnig. Ja, 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 ja. Ja. En ja. Dat is een enorme kwaliteit dat je dat hebt. Onze pa heeft niet altijd gelijk. Het is niet omdat de pa het altijd zegt dat het zo moet, dat de waarheid is. Nee, nee, integendeel. Hij kan weer aansluiten. Ook zo kweek je natuurlijk karaktersterkte. De Klaas op kop. In de juiste fase, juiste moment. En ik hoor ook aanmoedigingen aan het adres van Mathieu van der Poel. En dat waardeer ik. Ja, maar kom aan, Mathieu. Geliefde jongen, absoluut. Geen toestanden zoals in de tijd van Groenendaal. Die zat op de duur met de daver op het lijf om hier te komen crossen. Dan kunnen we missen als de pest. Klaas op kop. Noteren, vader Adrie. Kan natuurlijk wel een handigheidje zijn ook van Klaas. Op de kop gaan rijden om zijn eigen tempo te bepalen. Zeker op de bijna single tracks waar niemand voorbij kan. Op die manier kan hij naar een goede laatste ronde toe. Ja, hij moet het dan wel doen. Hij heeft nog weinig laten zien, moet ik eerlijk toegeven. In die looppassage waar dat verwacht wordt van hem, dat hij de beter is van deze vier. Ja, nu straks, hè. Nog niet gezien, maar het kan, hè. Hij kan ontploffen. Dit is een klein beetje Aspergaveren, heel dat traject. Het kan wel eens zijn dat het ervan komt straks. Nou, zo meteen. Na deze ronde. Al ziet hij er nog niet op, hè, want we zitten nog in de lussenfase. Ja, hij moet hier overal heel hard doorgeraken. Niet makkelijk met zo'n leeuwen achter u. Iedere keer wat uitgooien van dat achterwiel bij Van der Poel is een spektakel, man. Goede mechaniciens, weinig druk in de tubus. Dat wil zeggen dat die tubus enorm veel lijden bij zulke bochten die dat toch wel alles verwachten van de lijm dan op een bepaald moment. Bij de vorige passages was Van der Poel op deze strook iedere keer baas. En nu komt hij weer in het gelid van zijn ploegmaat. Hij geeft zich nog niet gewonnen, Van der Poel. Daar gaat Klaas en die neemt wat afstand. Hoi. Links. Dan moet Walsleben opschuiven. Niemand doet hem na, links. Probeert dat. Snel nu in de loopfase. Daar dan wisselen. Dat doet Walsleben niet, Renat. Ja, het is een heerlijke finale. Je voelt de mensen langs de kant van de materiaalzone genieten. En Walsleben gaat hier wellicht als eerste uit de pitzone komen. Nee, dan toch nog Van Tornhout. En ondertussen ook de wissel voor Meeuwse en Van der Poel. Heerlijk, heerlijk deze finale. Ja, nu wordt hij echt compleet slopend, hè. Nu worden die lijven langzaamaan doodgeknepen, gesloopt. Ja, je ziet het dat ze moeten gaan lopen. De vertraagde weergave op een bepaald moment. Walsleben, die oogt Jan Dori nog vrij goed. Is nog altijd bij de pink, hè. Je ziet hem voortdurend over de schouder kijken. Was na Hammen zeer ontgoocheld. Maar heet haar echt wel voor winst. Ook al diende hij de ploegbelangen op die manier. De Berliner, al wonen zijn ouders nu in Potsdam. Hij zelf woont in Aarschot. Dat is hier ook niet zo ver vandaan. Je zou kunnen zeggen dat ook Walsleben een soort van thuiscross rijdt. Ja, ja. Dat is nog niet te ver van hier. Klaas zit daar op dit ogenblik goed, hè. Is niet de meest technische van alle crossers. En kan met andere woorden zijn eigen traject kiezen en ruimte zoeken voor zijn manoeuvres. Ja, plus dat er een klein foutje, ja, dat is nog een klein beetje geoorloofd op die manier. Hier zit Pauwels, die zit daar bij Taramarka. Taramarka daar even aan de kop. Van der Poel al een hele poos in positie 4.
heeft hij nog wat in het achterhoofd. De mentale veerkracht zeker, maar kan dat jonge lijf dat nog aan? Klaas kijkt. Hier Pauwels. Kan ik nog dieper gaan met die pulsslag? Die gisteren ijzersterk was en hier wellicht gevoeld heeft van het is er nog niet helemaal uit. De smurrie van gisteren, ik ga het mijn gemakje doen. Al is dat wel zeer relatief in deze omstandigheden. We gaan de laatste ronde in, dames en heren. Mocht u nu pas inschakelen, de zesvoudige winnaar, die is al lang uit de race. Nijs was nergens en is ondertussen al gewassen, nemen we aan. Met z'n vieren nog. Van der Poel schuift in bij Meeuwse. Alle passages tellen nu. Ja, een plaatsprijs geven. Zijn iedere keer toch wel een meter of vijf. Van Kessel komt eraan. In het veld dan toch. Van Tornhout nu weggedrongen naar plaats 4. Gaat hij daar proberen er een paar een hak te zetten. Probeert wat dichterbij te staan, maar het lukt niet. En moet dan aan zijn strook beginnen als vierde. Heeft overschot, maar hij zit vast. En nu. Meester op kop. Van der Poel. Zo meteen na deze lus, na deze bocht, kan hij aan de rijfase beginnen. Gaat hij daar zijn aanval plaatsen. Klaas zit daar inderdaad wat op slot. Hier komen we bij Vermeers en bij Meijse. Die zaten daar net op 58 seconden en meer. Dat wordt nu een minuut. Daar komt Klaas met zijn lange halen. Als hij nu naar rechts zou lopen, de deur dicht doen. Wat moeizamer bij Van der Poel. Die start daar ook al af. We gaan naar Renat. Ja, en daardoor moest Meijsen, wat zeg ik, Walsleep eigenlijk afstappen. En zo zitten de twee BKCP's even in de minst gunstige positie. En wat doet Meeuwse dan aan de buitenkant? Als eerste dat sprintje naar dat bochtje. En dan is het Meeuwse die het net haalt voor Van Tornhout. Want het is maar een tussensprint. Handje kantje weer, hè. Een keer of drie, vier naar de nadar, hè. We hebben een ronde van 7:38 achter de rug. Dat is de allertraagste. Maar dat is allemaal in voorbereiding op het slotoffensief. De oorlog wordt nu beslecht. Daar zie je het, hè. En dat helpt, hè. Amai. Het is, op die manier kon hij echt wel boven blijven. Walsleben nu naar plek 4 gedrongen. Daar moest Meeuwse als een equilibrist nog wat evenwicht gaan zoeken. Daar had hij wat meer snelheid gehoopt. Dat doet hij dan weer goed. Klaas van Tornhout verpinkt niet. Daar weer een schuiver. Van Tornhout dobbert daar nagenoeg helemaal weg. Dat is de spandoek van Prik en Tik waar Peters in het begin van de wedstrijd helemaal onder sukkelde. De nadar heeft het overleefd. Ja, die moet hier goed verankerd zijn. Nadar afsluiting dan gelukkig. Snelle ronde van Meeuwse, dat is wat hij op het oog heeft. Hij wil ze doodpiet versmachten. Op deze manier wordt het nog een van de spannendste finale van het jaar. Terwijl hij eigenlijk van de vier wel de rapste is, daar zou je op kunnen speculeren. Ja, het is zo'n rare sprint en met die gladde kasseien nog in laatste instantie. Het is ook de gladste van alle vier, de grootste acrobaat, daar kan hij ook op rekenen. Maar Klaas zit wel op kop. Hier zit hij dus al heel lang op te wachten, Meeuwse, om toch in die finale, in die laatste ronde te geraken. Zelfs in Hammen was dat het geval, tegen de grond. Meeuwse en... Rutter voor de baas. Op zoek naar een tweede overwinning in het seizoen. Walsleben. Oh, een foutje van der Poel. Die kreeg daar een tik. Ja, hij raakte nog net weg. Heeft het hier ook moeilijk, dan kun je inderdaad wat, sneller, wat beter sneller afstappen. Daardoor glipt Walsleben voorbij. Het gaat tussen rood en geel vooraan. Er komen nog wel wat van die tussenheuveltjes. Er komt ook nog een rotstrook en een stukje weide. Heel even gecheckt over de schouder van Tornhout, hoe het zat. Wie hangt er nog aan? Ja, wou de benen stilhouden. Kreeg toen in de gaten dat er een gat was op Walsleben en Van der Poel. Onmiddellijk terug doortrekken. En de mannen van de BKCP zijn op achtervolgen aangewezen. Ze zijn nog niet helemaal weg. Maar het wordt wel moeilijk. Het is een seconde, hè. Nou, een makker twee van. Foutje vooraan en het is weer rechtgezet. En ze komen weer wat dichter. Ook Van der Poel kromt weer de rug. Dan zijn ze weer met z'n vier. Ja, die geloven echt wel alle vier dat ze nog kunnen winnen. En dat klopt ook wel, dat hele verhaal. Het mooie is dat er voor Overijssel verdomd hard geknokt gestreden wordt. Ja. Kijk eens naar het aangezicht van Tom Meeuwse.
Dat roze tongetje in dat besmeurde gezicht. 1000 spatjes. Dat wil zeggen dat je veel in de wielen hebt gereden. Ah, Van der Poel, de vader. Ja, ja, we gaan. Sops. Nou, daar had Van Tornhout misschien niet op gerekend, of heeft hij dat uitgelokt? Willy in positie 2, om van daaruit een aanval te organiseren. Ja, Meeuwse gaat snel hoor. En ook Kwalsleben pest er een tussensprintje uit. Dat gaat niet door bij Klaas. Naar die laatste wissel in de materiaalpost. Manne van Tornhout zijn taaien. Ah, een beetje buurt uit die bocht. Ja, het stond helemaal stil. En Van der Poel met een tussenstukje. Maar komt niet echt snel ervoor. Meeuwse houdt de bovenhand, maar krijgt ze niet uit. Wat een battle zeg. Op weer een slipper van Van der Poel. Dat begint zich op te hopen. Meeuwse met een leuke loopfase. Van Tornhout. Ja, bewonderenswaardige. Vertikt het om er zich bij neer te leggen. Opletten nu in deze dalende strook. Daar gaan ze wel vaker in de fout. Ja. En dan het keitje weer op. Wil niet meer van de kop gaan nu, Meeuwse. Neemt een lengte. Ja. Anderhalve lengte. Ja, en dit met is, risico nu. Vol is, risico. Dit is allemaal in zijn voordeel. Wat nu nog komt. Wat nu nog rest. Van der Poel. Lijkt uitgestreden. Klaas van Tornhout toch weer heel even in de soep gedraaid. Walsleben raakt er wel niet voorbij. Meeuwse weer met de bovenhand. Klaas rijdt het dicht. Met dat gedrongen lijfje ook uitstekend in het bochtenwerk. Maar Klaas moet erover, of hij is eraan. Meeuwse is niet meer zin om die koppositie nog af te staan. Ook hier onvervaard haar naar dat akelige punt. Het Van der Poel slipmoment. Dat doet hij weer uitstekend. Brede zwaai met de blauwe fiets. Kijk, Meeuwse met de tong haast tussen de rayons. Dat zijn de spaken. Duik naar beneden, naar het zwembad. Hoppakee. Naar die gladde kasseia straks. Hoppakee. Slotfase nu. Nog 250 meter koers. Wat wordt het? Tommeke Meeuwse of Klaas van Tornhout? Dat zou straf zijn als ze die gele knaap nog kloppen. Trekt zich weer uitstekend op gang. Klaas van Tornhout is al bezig met het opkomend geweld. Is hij nog bezig met de man voor zich. Die houdt zich recht. Al moet hij zich daar helemaal krom leggen in die bocht. Laatste rechte lijn. Klaas van Tornhout zit wel aan het achterwiel. En nu het sprintje. Het sprintje van Tom Meeuwse. Maar daar hebben ze meestal geen verhaal tegen. Hè? Al blijft Klaas zich weer tot en met om er nog aan te komen. Maar hij komt er niet aan. Het is Meeuwse die hier in Overijse wint. Voor Klaas van Tornhout. Van der Poel is derde en Walsleben is vierde. Hoehoe. Vrije wedstrijd. Ja, Meeuwse. Enorm snel. Het heft in aangenomen op die juiste moment. Voorbij Klaas geglipt. Sterke laatste ronde. Is meer dan een sprint hoor, dat hij daar neergezet heeft. Jawel. Het is een fantastische laatste ronde. Met een hele knappe afronding van de kop af. En als hij zo tekeer gaat met al die overgave. Kijk naar die onderlip. Ja, daar ligt alles in hè. Overgave, grinta. Zegendrang en winst. En hij springt nog altijd zoals van jongs af aan. En Klaas ontgoocheld, ik begrijp het wel. Dat is de ontgoocheling die hij ook toonde in Milton Keynes. Toen hij een eerste wereldbekermanche door zijn vingers zag glippen. Daar komt Corné van Kessel. Dat is de eerste buiten de vier die al binnen zijn. Op nummer 5 dus. Heb ik dat goed geteld? Ja, hè? Helemaal achtergelaten. Wel stand gehouden op een bepaald moment. Op die minuut. Rond die minuut. We zijn met Van Kessel op een minuut en 9. Dat is een Overijse verschil. Maar voor de rest niet echt op zijn Overijses. Die 4 in zo'n prangende fase. Je hebt het hier zelden gezien. Ook al door dat overwicht van Nash. Al was het vorig jaar ook wel wachten tot de slotronde. Dan zien we Meeuwse binnenlopen op plaats 6. En krijgen we daar Vermeers op plaats 7. Dat is een van zijn betere resultaten. En dat zie je ook aan zijn aangezicht. Goed gedaan van mezelf, oordeelt de West-Vlaming. Terecht. En dan komt daar Rob Peters uit de bocht. Door die val in de beginfase was die heel ver naar achter gedrongen. Die heeft dus een goede tweede wedstrijd elf gereden. En die wordt 8e. En dan Van Tornhout.
Gisteren was hij zevende, nu is hij negende. Peters op 2 en 2. Hier Sven van Toornhout op 2 en 7. En dan krijgen we daar Taramarka. Dat is de tiende in deze race. En dat moet Jim Arnoud zijn, die wordt elfde. En dan komt daar Pauwels nu binnen. Dat is Pauwels, ja. Voilà. Met lichte tred. En met een gaaf aangezicht. De cross wel uitgereden. Op 2.32. En krijgen we dan Gaudi. Ja. Het waaltje Gaudi. En maakt het uur bijna rond. Nog eens kijken naar de krachtige sprint van de twee uit Vlaanderen. 1 Meuse. En nog een volle lengte ertussen van Toornhout. Die binnenloopt. Dit is broer Van der Poel. David Van der Poel op bijna 3 minuten. En hier zien we Jurie Adams op een volle 3 minuten binnenlopen. Heeft hij een leegloper? Ja, stel ik. En dan zien we daar Bart Arnouts. Op 3 minuten en 12. Is hier ook al dichter geweest. Vorig jaar was hij zesde. Daar komt de Nieuwelaar. Andermaal niet gedubbeld. Op 3. 26. En is dat Wubbe? Dat is inderdaad Niels Wubbe. Gisteren ook tegen de vlakte gegaan, als ik me dat goed herinner. En nog wat gesukkel. En zij, ze hebben nog heel wat werk voor de boeken. Ja, slagveld nu. Het materiaal heeft afgezien. Nog wat regen erbij nu. Hele volle bak. Wel, wat de spankracht betreft zijn we gediend bij de vrouwen. Mocht u dat gemist hebben, dat was ook een cross om u tegen te zeggen. Omdat Sanne Kant iemand vond van haar niveau. Pauline Ferrand-Prévot, de wereldkampioene op de weg. Het leek allemaal in het voordeel van Ferrand-Prévot uit te draaien. Maar dat was dan buiten Sanne Kant gerekend. Die andermaal een fantastische slotronde uit de benen schudde. In dat opzicht was het een mooie finale met die vier. Daar zit Sven Nys nog in positie 4, dus zijn start mocht er wel wezen. Maar dan hier in dat gedrum, ja, daar wordt hij helemaal naar achteren geduwd. Dan komt hij daar uit de post in positie 20. En dan komt het gesukkel. En dan begint het te druppelen in het hoofd. En dan te regen in het hoofd. Het zal niet voor vandaag zijn. Oei, geen zevende voor Nys. Loopt niet, gesmeerd met Nys. Is dat definitief bergaf? Dat is te vroeg om dat te zeggen. Er is werk aan de winkel. Dat moet in elk geval gezegd worden. Pauwels had het ook rap zitten. En Nys zag het helemaal niet meer zitten en gaf op. De demonstraties van Van der Poel, die zowat half cross aan de winnende hand was. In elk geval voor de aanval koos. En hier het vertikt om af te stappen. En dan, ja, ingehaald werd. Er werd nogal wat gevallen. Er werden ook risico's genomen. Maar iedere keer weer deze fantastische jongeling. Maar die ging wel tegen de vlakte. En 10 seconden werden er dan plots maar 7 meer. En dan kwam Meuse helemaal van achter naar voren. En die ging die bres dicht. En 1 keer bij Van der Poel. Dat is hier bijna het geval. Waar Meuse overigens zich mispakte. Ja, dan gaat het tempo wat stokken. En dan komt de rest ook terug. Het is dan drummen om helemaal op een goede positie te blijven. Een kwakje met de schouder. Hij had er veel voor over vandaag ook. Dat handenwerk aan de nadaar. Een keer of 5, 6 ferm doortrekken. Dan blijf je voorin. Klaas van Toornhout had daar in de mot. Ging zijn tempo opleggen om een snelle slotronde eruit te kletsen. Een paar... Hier ook een botsing van Van der Poel in de achtergrond. De vermoeidheid die toeslaat. En dan Meuse in die slotronde. Hè. Die leidingen vastpakken in de wetenschap. Ik geef die niet meer af. Deze is van mij. Hè. Overijzen winnen. Nou, dat doen alleen maar grote jongens, zegt Meuse. En dan komt die sprint. En dan ziet hij daar zoveel verbetenheid in. Zoveel overgave, zoveel kracht. Dat niemand nog in staat is om daar ook maar aan te geraken. Om erbij te komen, om er langs te komen. Meuse wint. Voor Klaas van Toornhout, Mathieu van der Poel en Philippe Waldsleben. Van Kessel is 5e, Meissen 6e, Vermeers 7e,
Peters 8e, Van Toernout 9e en Taramarka 10e. En de winnaar heeft alle recht tot spreken. Tom Heuse, fantastische overwinning. Je naam staat voor eeuwig en altijd op de erelijst van de Druivencross. Hoe voelt dat? Ja, het is mooi. Ik heb nu al Koppenberg vorig jaar gewonnen en ik heb al een paar mooie crossen kunnen winnen. En, ik had een goed gevoel en het is leuk om op deze erelijst te kunnen staan. Ook de manier waarop, zinderende wedstrijd met jullie vieren, die finale in, dat was propaganda voor het veldrijden. En wat was jouw recept dan om het eigenlijk winnend af te sluiten? Ja, ik wist dat ik Mathieu van der Poel gewoon moest in de gaten houden. Gisteren niet gekoerst, nog niet veel wedstrijden gereden dit jaar. Je merkte toch dat de Friese mannen naar voren kwamen en de wedstrijd echt in handen namen. Dus ik moest zien dat ik gewoon de mannen hun krachten liet verschieten. En ik wist dat ik hier de laatste ronde eerst draai, dan kloppen ze me niet meer. Dan keren we eens terug naar die ontknoping helemaal op het einde. Je kan jezelf analyseren wat er gebeurde in die slotfase. Ik kwam net de laatste bocht gewoon eerst uit. En ik wist dat ik nog heel hard kon optrekken na de bocht. Maar het was de finish lag nog iets verder als de normale bocht. Dus het was nog wel ver naar de meet. Maar ik kon het net houden. En voor de cross zei je, ja, van mij mag het nog meer regenen. Zodat het meer schuift en meer op sneeuw en ijs lijkt. En je gebeden zijn eigenlijk verhoord. Ja, maar ik had mijn eigen mispakt. Want in het bos kon ik in de opwarming overal fietsen. Terwijl nu was het 2 druppels regen en we moesten allemaal lopen in het bos. Dus het was leuk om te crossen. Het is weer een hele mooie wedstrijd. Het parcours was mooi aangepast. Dus ik heb mijn eigen geamuseerd vandaag. Was dit ook een wedstrijd waarin je kon indelen? Want ja, er waren momenten dat je er koos om ervoor te gaan of te blijven zitten. Ja, maar toch moeten we eigenlijk niet miskijken. Die mannen die gisteren niet gekoerst hebben, dat verschil is echt wel groot. Dus ik heb niet veel rustig gezeten vandaag. Dat hebben we gezien. Proficiat met deze knaloverwinningen. Dan gaan we door met de nummer 2, die intussen ook opgefrist is en een beetje aan het bijtanken is. Klaas van Toornout, tweede. Dat is de meest ondankbare plaats, ook in de Druivencross. Goh, ja. Ik weet dat het moeilijk is tegen Tom Meus in de laatste ronde. Vorige week tweede en een zware koers, vandaag tweede. Was het vloeken in die slotfase, toen je hem eigenlijk als eerste op het asfalt zag komen? Ja, dat wel. Je moest hier eerst uitrijden, dat wist ik ook wel. Dat weet Tom ook. Ik zat kort in het wiel. Ik kon goed stand houden, maar om erover te komen was het net niet. Er zat wel echt nog power in de benen, maar Tom is heel rap natuurlijk. Maar ik heb bewezen dat de conditie nog altijd goed is en dat is wel het bijzonderste. Je zette druk op een aantal stroken. Je had de stroken die jou lagen natuurlijk, hè? Ja, het was heel moeilijk. We waren met 4 aan elkaar gewaagd. Je liep bijvoorbeeld waar de anderen fietsten richting materiaalzone eerste passage. Ja, ik zat 4e positie. Ik moest iets uit mijn benen schudden, want de 4e positie, de afdaling beginnen, was rampzalig. Dus ik heb volle bak gelopen, ze voorbij gelopen. Natuurlijk kostte enorm veel krachten, maar ik zeg het, Tom Meersen is ook niet van gisteren en weet ook waar dat hij aan kop moest zitten. Ik denk dat we een mooie wedstrijd gemaakt hebben. We waren aan elkaar gewaagd, hangt allemaal van heel kleine details af. Het is een ondankbare plaats natuurlijk, die 2e plaats, maar wel bevestiging terug. Hoe ziet jouw planning er nu uit? Wat ga jij nu doen? Goh, ik weet het nog niet. Nee, normaal ga ik niet op stage, tenzij mijn vrouwtje geboekt heeft. Misschien ga ik een paar dagen naar Kalpje in mijn appartementje. Ik weet het totaal nog niet. Ik moet nog allemaal bekijken vanavond en dan zien we wel. Maar je volgende wedstrijd is zaterdag? Ik heb mijn woord gegeven in de Scheldecross en Mol, dus ik zal er zeker van start gaan. Het was de bedoeling om een klein beetje gas terug te nemen nu. Ik heb deze week maar 1 keer op mijn fiets gezeten. Dat wil niet zeggen dat de conditie dan direct weg is natuurlijk, maar ik wil gewoon een klein beetje gas teruggeven nu. Het is heel zwaar geweest en er komt nog een hele mooie periode aan. Ik weet waarvan ik spreek. De maand januari is wel de belangrijkste maand. Dankjewel voor die uitleg, Klaas van Toornout. En dan schuiven we door naar de derde man. Dat komende crossweekend overigens er eentje zonder Sven Nys, die op stage gaat om zich weer klaar te stomen voor de belangrijke Indiaansperiode. Mathieu van der Poel, het leek er op een bepaald moment. Je had 8 seconden voorsprong over en out. Dacht je toen, het is binnen? Nee, dat dacht ik niet, maar het is wel weer een gemiste kans. Toen ik de laatste ronde inging, had ik eigenlijk wel goede hoop in. En na de eerste post kon ik niet meer naar mijn binnenblad. En
ik had nog een manoeuvre, maar ik maakte een foutje. Toen ik eigenlijk mijn move wou maken bij de tweede materiaalpost, want ik wou wisselen, want ik kon eigenlijk niet meer schakelen. En ik schoof door, dus ik moest eigenlijk wel mee. En toen wist ik al dat het verloren was, want ik moest sowieso bij de eerste twee, drie daar beneden zijn. En, het is wel weer al een teleurstelling, moet ik zeggen. Ik had ook echt een goede dag op zo'n zwaar parcours. En, de vorm zit goed, maar het is toch weer even jammer. Dan zei je papa tijdens de wedstrijd, hij rijdt omhoog waar hij eigenlijk niet omhoog zou hoeven te rijden. Wordt daar achteraf dan over gesproken? Ja, dat weet ik niet. Ik weet al wel over welk stuk dat hij het heeft, maar ik heb altijd zoiets, als ik op de fiets kan blijven, vind ik dat voor mij beter dan dat ik moet lopen, omdat ik weet dat dat niet mijn sterkste punt is. En, ik had het gevoel dat ik daar niet veel verloor. Dus. Anderzijds was er dat bergafje richting Vijver, waar je iedere keer heerlijk je fiets langs dat paaltje slingerde. Wist je dat al voor de wedstrijd dat je dat zo ging doen? Nee, eigenlijk niet. Ik had al wel gezien dat je daar heel hard kon, maar bij het inrijden was ik eigenlijk helemaal naar beneden gereden toen. En dan langs de buitenbocht, maar ik zag in de cross dat ook sneller was. En, het was heel glad, dus het was eigenlijk een soort schaatsen en dan proberen die paal te pakken en zo snel mogelijk eromheen te slingeren. Maar het was een spectaculaire cross en het was eigenlijk nog echt eens leuk. Klopt, absoluut. Dat ene punt toen je aan de leiding reed en toen je een schuivertje maakte, heb je daar de wedstrijd verloren? Misschien wel, misschien niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik had toen wel het gevoel dat ik dat tempo ging kunnen volhouden, maar toen heb ik wel even een slechte halve ronde gereden. En misschien had ik daar inderdaad een koers verlies, maar ik weet niet of ik sterk genoeg was om dat alleen vol te houden tot op het einde. Oké, dankjewel voor je uitleg. In elk geval fantastische wedstrijd door de nummers 1, 2 en 3. En de vierde is dan eigenlijk ook vandaag een podium waard. Ploegmakker van Mathieu van der Poel bij BKCP Powerplus. Philippe Walsleben, de meest ondankbare plaats. Want ja, vier man, dat was de finale, dat waren de uitblinkers. Ja, en ik dacht dat ik eindelijk zeker kansen op het podium had. Ik had ook wel gehoopt dat ik nog iemand kon voorbij sprinten in de laatste rechte lijn. Maar ja, in die sprint zat daar niet meer veel op en dus ben ik vierde. Zeg. Is er dan sprake van een beetje genieten bij zo'n wedstrijd met z'n vieren die laatste ronde in het publiek dat helemaal wild wordt? Wat denk je dan als renner? Ja, het was wel veel genieten was er niet bij, maar van tijd heb ik het publiek wel gehoord. En dan probeer ik van te genieten, maar eigenlijk was ik vooral bezig met de aankomst. En met die eerste overwinning die er voor jou hopelijk zit aan te komen, denk ik dan? Want de oude topwalsleben is toch wel helemaal terug, mogen we nu zeggen? Ja, dat moeten we nog zien. Waarom zo voorzichtig? Je draait nu cross na cross mee met de top. Ja, optimisme is niet mijn sterkste punt. Nee, ik hoop dat het terug in orde is, maar ik ben eigenlijk een beetje ontgoocheld vandaag omdat ik vierde ben. Dat zal deze avond al wat beter zijn, maar momenteel spring ik nog geen gat in de lucht ofzo. Dat begrijpen, maar toch een mooie prestatie. Dankeschön, Philippe Walsleben. Ja, inderdaad, als ik die cross op tv zie, zal ik wel mee kunnen genieten. Oké, genoteerd. Je hebt het goed gedaan, jongen. Dus wel rechtuit, optimisme is niet mijn sterkste punt. Het is een beetje zijn parcours geworden van bij de eerste aanblik. Ik zeg het nog eens, in 2007 kwam hij hier meedoen. Het jaar waarin Klaas van Tornhout won. Het was voor het eerst en dan reed hij meteen naar de derde plaats. En dan is het toch vaak zo in de topsport, als je ergens bij je opening een goede beurt maakt, dat je er graag terugkomt. En dat is dan al die jaren daarna iedere keer wel wat tegengevallen. En nu ben je weer in een hoose, in een opgaande tendens. En dan denk je van, nu is het mijn dag. En dan loopt het fout. Ja, zonde natuurlijk. Maar het liep niet helemaal fout, Philippe Walsleben. Vierde was in dit geval ook wel fraai. Maar van de andere kant is er dan ook weer dat gegeven. Ze zaten daar met z'n tweeën vooraan. Maar op zo'n parcours mag je daar nog met drie of vier man zitten. Dan gaat het uiteindelijk toch wel om de sterkste, de snelste. Degene die ook onderweg even nagedacht heeft. Ja, en misschien had hij ook wel gehoopt dat Mathieu van der Poel op een bepaald moment in die sprint dan toch de benen zou stilhouden. En het cadeau zou geven misschien. Ah, toch? Ja, ik denk het wel. Dat hij heeft toch op een paar momenten in de vorige weken toch wel de juiste move gemaakt om het gat te laten voor Van der Poel. En dan verwacht je af en toe eens een klein tikkeltje terug. Maar hij is jong, Van der Poel. Wie zal hem dat kwalijk nemen? Hammen.
Dat is wellicht waar hij nog mee in het achterhoofd zat. Klaas van Tornhout ook ontgoocheld, en ik begrijp hem wel. Wil hier graag nog eens een keer winnen. En vermits er een paar niet waren en hij zeer gefaald heeft, dacht hij van, dit wordt mijn dag. Na de val van gisteren en de opgave in Hasselt. Maar dat was buiten deze man gerekend. Die heeft gisteren wel een verdomd goede cross gereden in Hasselt. En is de enige die kan zeggen van, ik was goed gerecupereerd. Ik stond er ook vandaag weer. Sterker nog, ik win. Dan mag je wel zeggen dat dit seizoen Meeuwse in dit weekend een stap vooruit zet. Ook op het mentale front, hè? Ja, als we dan terug één week terugdenken, hè, aan Hammen en dan ook aan gisteren. Het zijn de parcoursen waar dat hij normaal gezien had moeten uitpakken. En dan wacht hij tot vandaag. Hij is wel echt, zoals je zegt, een stap vooruit. Hij is een allrounder geworden. Want vroeger was het een man van de harde omlopen, van de snelle omlopen. Graag ook een likje sneeuw en een lapje ijs. Hè? Omdat het een evenwichtskunstenaar is. Maar hij is groter geworden in de breedte. Ja, en hij mag ook voor de eerste keer misschien in zijn leven beginnen dromen van een WK dat op zijn maat geknipt is. Stel je voor dat daar ijs en sneeuw is. Het gaat wel zijn ding zijn. Op een omloop waar hij ooit een wereldtitel verspeelde bij de belofte door twee gebroeders uit Polen die de boel naar de haaien geholpen hadden door zich te doperen. Daar heeft hij een hele tijd achteraan gekrost toen in Tabor bij de belofte en werd in extremis nog door een Fransman ingehaald. Ja. Weet je nog? Tommeke. Lange termijn had hij daar door de schorsing van die twee Polen had hij nog de wereldtitel kunnen grijpen, maar nee, niet. Maar goed, dat is verleden tijd. Hij is nu prof. Hij heeft nog heel wat de toekomst voor zich. Hij kan nog uitkijken. De voorzitter Willy van Rooij van de Sportvrienden wil ook graag mee op de foto. Links de Druivenkoningin, dat is Ina. En rechts de vroegere Druivenkoningin, dat is Virginie. En burgemeester Brancard staat er ook bij. Ah! Berten van Damme. Daar gaan we graag naar luisteren. En Renaat heeft Berten bij zich. Ja, we staan bij een man die hier Belgisch kampioen is geworden op het parcours van Overijse. Heel passend. Albert van Damme, jij krijgt het slotwoord. Een fantastische wedstrijd hebben we hier vandaag gezien. Ja, fantastisch. Het is al heel jaar fantastisch. Met die jonge gasten erbij. Het is een plezier om naar de cross te komen. Omdat de wedstrijden onvoorspelbaarder zijn dan ooit? Ja, meer onvoorspelbaar. En Sven is niet afschrijven. Die gaan af en toe nog een cross winnen. Maar er is ook een tijd dat de jongen gaan komen. Hè. Met vier gingen ze de slotronde in, Albert. Gebeurde dat in jouw tijd ook? Allicht. Met z'n vieren de slotronde in. Dat is vrij ongewoon in een topveldrit. Bij ons was dat zelden. Hè. Het was wel lastig. Het was niet altijd lastig, maar 2-3 was het maximum. Maar ze zijn ze daar nog aan elkaar gewacht. Dat we gasten een ronde had. Dat is met 10 samenrijden. Maar in feite, dat is gewoon voor het volk. Hè. Zie jij een generatiewissel of is het te vroeg om Sven Nijs al af te schrijven? Ja, van die jaar zou ik hem niet afschrijven, maar dat ik in zijn plaats moet zijn. Volgend jaar zou ik ermee stoppen. De jongeren, wie heeft dat tot nu toe de grootste indruk op jou gemaakt? Een Van der Poel, een Van Aert, Meeuwse, de tussenjongeren? In mijn ogen Van Aert. Ze zeggen altijd dat hij in tweede is Sven Nijs. Sven Nijs is de beste van zijn generatie. Maar Van Aert, dit in tweede Erik de Vlaming, als hij zo blijft. Dat is een fameuze uitspraak, een tweede Erik de Vlaming. Ik weet dat je dat durft, hè. Hoe zie je de rest van het seizoen verlopen? Heb je al een favoriet voor de kampioenschappen? Ja, mijn favoriet is Van Aert. Ja. Vind je dat hij het prof-WK moet rijden? Want hij is van plan om bij de belofte te rijden. Bij het belofte wereldkampioenschap. Moet hij meer rijden met de belofte? Hij mag, hij kan kiezen. Ja, dat zou ik niet doen. Het is groot genoeg voor bij de grote te winnen. Voilà, dat is genoteerd. Dankjewel om tot bij ons te komen. Albert van Damme. Nostalgie, dat is ook de cross. Maar het heden werd vandaag inderdaad gedomineerd door Tom Meeuwse. De ijsman werd regen- en modderman in de druivencross van Overijse. Catherine. Het crossplezier zit erop. Maar het kijkplezier daarom nog niet.